kamer eigenlijk om alle mensen die werken bij Rood, bij Arkin, bij Mentrum en een bijdrage leveren aan IPS, een soort hart onder de riem te steken. Dat zij zo'n mooie bijdrage leveren en dat ze het ook wel verdienen om een keer in het zonnetje gezet te worden. Ik kwam hier met een heel goed gevoel naartoe omdat ik heel trots ben op wat Rood doet voor onze cliënten. Dus met een hele mooie positieve verwachting. En wat doet Rood voor de cliënten? Rood doet ervoor zorgen dat mensen weer een zinvolle dagbesteding, uiteindelijk hopelijk zoveel mogelijk betaald werk krijgen. Dat ze weer echt ertoe doen, dat ze bij de samenleving horen, dat ze weer erkend worden en zingeving hebben in hun leven. De IPS IPS Learning Community Achievement Award. Voor Amerikaanse begrip is het niet een heel lelijk ding, toch? het valt reuze mee, inderdaad. Ja. Maar dat is mooi. Ja. En waarom heeft Rood die prijs gekregen? Rood heeft de prijs gekregen omdat wij heel modelgetrouw werken. Mm-hmm. Omdat we een hele hoge succesrate hebben. En we zijn heel goed in de ketensamenwerking. IPS, individuele plaatsing en steun. De essentie van die methode is, wat ik van begrijp, dat 1. De cliënt moet het willen. En 2. Het is een toeleiden naar regulier werk. Het is een samengaan van verschillende reïntegratiemethoden die UWV kan financieren. Van jobcoaching, van reïntegratie. Dat doen we normaal gesproken doen we dat stuk voor stuk. Dat volgt elkaar op, al die interventies. Mm-hmm. En IPS is een hele mooie bundeling daarvan. Yeah. En daarom is op een gegeven moment gezegd van nou, IPS dat moeten we wel vasthouden. Dus laten we een vorm zoeken om het toch te kunnen blijven financieren. Ik vind het fantastisch hoe we eigenlijk in twee jaar tijd elkaar zo ontzettend gevonden hebben. Gewoon op de werkvloer. Dus IPS-trajectcoaches die bij het WSP op de weekstart zijn, hun netwerk delen. Dus voor elkaar hunten, hè, zoals dat heet. WSP is werkgeverservicepunt, ja? Zo moet het gaan met elkaar. Nou, ik vind het sowieso wel een feestje. We zijn natuurlijk 10 jaar geleden binnen het VIP-team ook begonnen met de IPS, eigenlijk 2008. En ik had niet durven dromen dat heel veel belangrijke mensen van het ministerie, van de gemeente, van het UWV, van Arkin, hier allemaal bijeen zijn en in korte pitches toch de kern van IPS uitleggen. Ik ben hier naartoe gekomen omdat ik een aantal werkgevers heb uitgenodigd. En ik hoopte dat zij hier kwamen en konden zien wat IPS is en de uitleg daarover en de achtergronden. En ik denk dat dat wel geslaagd is. Ja, ik was gewoon heel erg benieuwd. Hoe werkt dat nou? Hoe pakken ze dat nou aan? Wat speelt er nou in die wereld? Je mag dus ook falen bij IPS. Oh. Maar je mag dus ook er 3-4 keer over doen om erachter te komen welke baan nou voor jou het meest geschikt is. En dat is ook niet zo gebruikelijk geweest. Dat je, dan moest het in 1 keer goed gaan en dan moest je in dat traject blijven. Terwijl we weten dat het helemaal niet zo makkelijk is om de baan waar jij in past meteen te vinden. Dat geldt voor jou en voor mij ook. Zeker. Dat doe je even over. Ja. Dus dat je dat mag moet mislukken, mogen. Dat moet mogen, dat is zelfs heel erg leerzaam. Succes! Hartstikke leuk, hè? Ik ben gewoon heel trots op ons dat we met zoveel samenwerking dit hebben kunnen bereiken. En nu gewoon hier een symposium hebben neer kunnen zetten even. Leuk om iedereen van alle kanten zo te horen. Staan we hier over een jaar weer, denk je? Nou, ik denk misschien wel dat het een veel grotere zaal moet worden. En dat er veel meer mensen zijn en veel meer werkgevers. En ik denk ook dat ze IPS'ers gaan uitbreiden. Ik denk dat het veel groter gaat worden. Dat denk ik.